De samenvatting van UNA ADO 20 wordt mede mogelijk gemaakt door de supportersvereniging van UNA. UNA vormde een erehaag voor kampioen ADO 20 dat inmiddels een straatlengte voorsprong heeft op de nummer 2 VVSB. UNA inmiddels op de 7e plaats in de 3e divisie zondag. We zien hier de opstelling met aandacht voor Niek en Rob van Boekel. Twee clubiconen speelden hun laatste wedstrijd in het eerste van UNA. Na respectievelijk 17 en 10 jaar in het eerste van UNA. En met Niek en Rob van Boekel in de basis begon UNA zeer goed aan de wedstrijd. Max van der Akker legt hem terug op Niek van Boekel. Maar de verdediger kan die bal net voor zijn voeten wegtikken. Corner dan voor ADO 20. Makkelijke prooi voor Pitar Stoskovic en hij geeft hem mee aan Louis Benjacht. In één keer door op Rob van Boekel. Dan zou één van hen een afscheidswedstrijd kunnen bekronen met een treffer. Rob van Boekel hier nog niet. Die bal gaat over de goal van keeper Nick Plomper. Lange bal dan van Mitchell van Rosmalen op Stan Sanders. Voorzet op Niek van Boekel. Hij laat hem vallen voor Rob. Maar die bal wordt geblokt door een verdediger. Goede mogelijkheid. En hier opnieuw een fel UNA. Brian Bogers verovert de bal. Uithaal van Niek van Boekel. Haar Plomper brengt redding voor de kampioen. Sterke openingsfase van UNA. Hier een hoekschop in de 13e minuut. Bal gaat er overheen. Komt dan bij Stan Sanders. Voorzet op het hoofd van Niek van Boekel. En zo is het 1-0 voor UNA. Verdiende voorsprong, maar belangrijker nog, scoren in je afscheidswedstrijd. Zeer fraai moment voor de man die 17 seizoenen in UNA 1 speelde. Hier een fraaie combinatie achterin. Thomas Horsten. Steekt hem op Max van der Akker. Maar een heerlijke aanval over veel schijven kan net niet bekroond worden door Max van der Akker. We zitten dan 5 minuten voor rust. Met hier Gilani Helder. Komt naar binnen. En de zoon van oud-international Glenn Helder raakt de paal. Vlak voor rust dan met opnieuw een aanval van ADO 20. Weer Helder, maar dan van de andere kant. Wordt niet aangepakt, kan er makkelijk doorheen lopen. En in het midden voor de goal is daar Milan Zonneveld met de 1-1. En meteen na dit balcontact werd ook afgefloten voor de rust. UNA was beter, ruststand 1-1. De tegengoal was een domper voor UNA. En na rust kon het niet meer dezelfde intentie op het veld leggen. Hier opnieuw een uithaal van de doelpuntenmaker Milan Zonneveld. Maar die bal gaat over de goal van Petar Stoskovic. Hoekschop dan voor UNA. Als de bal komt bij Rob van Boekel, zou hij dan ook scoren? Die bal gaat net naast en over de goal. Het zou het laatste wapenfeit zijn van Rob van Boekel en ook Niek van Boekel. Beide broers worden een kwartiertje voor tijd gewisseld. De laatste wedstrijd in UNA 1. Daarom een groot applaus voor deze twee clubiconen. Mooi dat ze deze afscheidswedstrijd nog konden meemaken. Een aantal blessures gehad dit seizoen. En zij zouden worden vervangen door Niek Tielemans en Aziz Eno Dahir. Voor hen komen in het veld met nummer 11 Niek Tielemans en met nummer 19 Aziz Dahir. We gaan dan naar de slotfase van de wedstrijd met Daan Boerlagen. Afgemeten voorzet op invaller Ruben Doesburg en hij zet in de 86e minuut ADO op voorsprong. Drie minuten later dan een hoekschop van Helder op het hoofd van Milan Zonneveld. En zo wordt het ook nog 1-3. Tikkeltje tegen de verhouding in, maar UNA verliest wel met 1-3. Ja, exact. Dat is eigenlijk wat we ook de eerste helft alleen maar geroepen hebben. Vanaf de kant, zet nou, ja, hou de druk naar voren, loop niet terug. En ja, ik denk dat je volledige controle hebt. Dat je ook een goede eerste helft speelt. En dat je in principe, ja, wat je zegt, 5 seconden te lang duurt. Dat je jezelf tekort doet door de 1-1. Ja, de tweede helft is het...
ja, zijn tempo te laag en was ADO vond ik wel beter. Dus uiteindelijk ja, op basis van tweede verdienen ze wel de overwinning. Alleen ja goed, dan moet je zorgen dat je eerst zelf toch wat die kansjes mogelijkheid die je krijgt, die moet je benutten. Dat je zeg maar met 2-0 gaat rusten. En nu ja, dat is jammer. Dat is wel een beetje een terugkomend iets natuurlijk dat we onszelf eigenlijk wel steeds tekort doen. Want je doet het goed en dan geef je toch de goals ja, vaak te makkelijk weg en dat is zuur. Dus maar goed, al met al stabiel seizoen geweest, zeg maar, tot aan tot 4-5 wedstrijden geleden. Dus nu wel verdiende vakantie voor de jongens, alles en iedereen. Dan gaan we volgend jaar weer proberen kijken wat we beter kunnen doen.